vriendengoed, was ziek. Ging naar de eerste klas, ziek. Droeg nieuwe schoenen, blauwe boeken, tas, ziek. Wandel naast mijn moeder en ik hou haar stevig vast, want ik ben niet in mijn sas, ik hoop dat dit wordt afgelast. Ik wandel door de poort en ik schrik wanneer ik hoor hoe mijn moeder mij verraadt en zegt ik moet er nu vandoor. En ik kijk er even aan en ik denk, zij is gestoord, maar dan dringt het tot me door. Ik sta er alleen voor. Ik sta genageld aan de grond. Dit heb ik nog nooit gedaan. Ik kijk wat in het rond, dan zie ik een jongen staan. En net op het moment dat ik naar hem toe wil gaan, hoor ik een meisje zeggen, pas op, hij is Marokkaan. Maar alles wat ik zeg was mijn eerste beste vriend. En de kleren die hij droeg, ging ik vragen aan de Sint. Draadje van Ronaldo, achterwaartse pet. Ik vraag, wat is je naam? Zeg me, hey, ik ben Nasser. Ik zeg, mijn naam is Bart, ik woon daar op de hoek. Hij besluit te investeren, breekt de helft van een koek. Ik neem die aan. Verschijnt een lach op ons gezicht en in 5 minuten tijd hadden wij de kloof gedicht tussen donker en blank en shokran en bedankt en ciao en ta'allah en ik hoop het en inshallah tussen Sayyidi en meneer en wallah ik zweer dat was het begin van die gouden tijd. We waren niet getrouwd, dus niemand kon ons scheiden. Heel de dag voetbal spelen op de plein en soms waren we stout, ja, maar dat terzijde. Maar op een dag, we waren 8 jaar oud, liep het tussen ons toch grondig fout. We hadden middagpauze, zaten op de school, dus ik nam mijn bal, ik liep naar de goal. Bam, knal, in de haak, maar tingelingeling, ook door de ramen. En de meester naar buiten rood als tomaten. En ik zei tegen hem, niks meer te maken, vroeg wie dan wil. Ik zei, ik denk Nasser. Ik wist meteen, al was ik maar een kind, dit is verkeerd. Maar ik hoopte dat God een oog gedicht kneep en deed beroep op het racistisch systeem. En natuurlijk kende ik die term nog niet. Maar doorheen het schooljaar had ik wel gezien hoe mijn vriend soms straf kreeg die hij niet verdiende. En ik wist dat hij minder krediet had dan de bleekgetinte kindjes in 4A. Met andere woorden was het woord tegen woord en ik speelde de onschuld die was vermoord. Dus ik was laf en hij kreeg straf. En mijn schuldgevoel kwam pas achteraf. Oké, we gaan nu flash voorwaarts. Ik ben ondertussen zo'n 14 jaar. Ik heb ondertussen ook andere vrienden, maar je kan ons nog steeds op die pleintjes vinden. En ieder jaar in april of mei was er een groot toernooi, 5 tegen 5. Dus wij besloten om onze kans te wagen. Maar toen we kwamen opdagen, zag ik al snel hoe wel geteld, zo wel op als naast het veld. Maar één paar benen stond opgesteld dat verpakt was met dat witte vel. Maar geen probleem, ik trok het mij niet aan. En ik had geen tijd om erbij stil te staan, want daar klonk al het fluitsignaal. En je kan misschien raden hoe we al onze rivalen die we die dag tegenkwamen onderweg naar de finale zonder enige genade met dat zo hadden beschadigd dat ze ons begonnen haten bij het vallen van de avond. Maar ik had niks door, ik vond het allemaal gezellig. Tot ik plotseling hoorde, hey fucking Belg, hou het van ons plein, daar is de deur. En ik was verbaasd, dit was een primeur. Ik was nog nooit uitgemaakt omwille van mijn kleur. Dus ik vroeg aan mijn vrienden, is dit echt gebeurd? Ze zeiden, hij is jaloers omdat jij hem scheurt. Dit was interessant, dus deze jonge man die van het Vlaams Belang terug moest keren naar zijn eigen land, had zo net van mij hetzelfde verlangd. En op dat moment begreep ik dankzij hem dat je geen lid hoeft te zijn van de KKK-klim om mensen op te delen volgens hun pigment. Want zoals er een schaduw rond ons lichaam hangt, is er ook een duistere variant van ons verstand die zich voedt door woede, jaloezie en angst. En misschien wordt de strijd tegen racisme dus tekenfiguurlijk uitgedrukt, niet gewonnen door de Daltons. En wel wanneer het ons lukt om te schieten op onze schaduw, zoals Lucky Luke.